De rest ben je nog te vertellen dat ons prachtige museum op dit moment ruim 200 vrijwillige medewerkers heeft. Die ertoe bijdragen dat dit hele complex er gelikt bij ligt. De tuinders die zorgen voor de aanplant en de oogst van de gewassen. Zodat u kunt zien hoe de akkers erbij horen te liggen en de producten erbij staan. Maar we hebben ook de palingrokers in de visrokerij. De smidsen in de smederij die bij toerbeurt aan het werk zijn. We hebben de dierenverzorgers die werkelijk 365 dagen per jaar die beestjes komen voeren en de hokken verschonen. We hebben een houtploeg, een metaalploeg, een schilderploeg en een onderhoudsploeg voor onze 28 bootjes. En al deze vrijwilligers die krijgen eenmaal per jaar, en als ze financieel mee zit, zelfs tweemaal per jaar, een gezellige middag of avond aangeboden met een hapje en veel drank, dames en heren.